Scholen in het binnenland hebben ook behoefte aan de vakantieschool. Die is geïntroduceerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Niet alleen de kinderen in Paramaribo en andere aangewezen plekken hebben volgens Basha Pavion Sedo behoefte aan onderwijs in de vakantie. In een gesprek met de nieuwsdienst geeft de traditionele gezagdrager aan dat er ook een tekort is aan leerkrachten om lessen te verzorgen in het dorp. De school of binnenland, de achteruit, ba. De kies zo voor leren, de chief foto. Want onderwijzers zijn mankeren, ja zo. Dus als de tak door die vakantie scoren, dat zo foto, dan gaan we toe scoren voor Brokopondo, de tradistrict door die. Dat aan een bon sanito. Eigenlijk heeft door die vakantie school, dan naar hier binnenland, hier Sranang. Hier onderwijs voor Sranang, de vakantie school. Wat aan ons zo de foto die achteruit naar een score probleem zou hebben. Dus mijn wani, actie aan minister, heeft de noteka besluit eten, maak de notekking. De Basje zegt verder dat het ministerie van Onderwijs moeite moet doen om leerkrachten af te vaardigen naar het gebied. Dan gaan we de pje afscoren het idee, dan maar de no abi. Want dan traag je vrouwen die de les naar scoren. Dadelijk doen we toes en we vreden. Dat heb je nou halen. Want als je nog kies scoren aan heer jaren door, dan een probleem heb ik dat. Volgens Sedo vragen veel ouders in het dorp zich af hoe de kinderen de toets succesvol zullen afronden. Er is namelijk nog geen beweging gekomen vanuit het departement van onderwijs om vakantiescholen ook in het dorp te handhaven.